Nou, welkom iedereen. Ik ben Martin Wasman. Ik ben een van de architecten van Bentham Crowell Architecten. Wij zijn de ontwerpers van de Noord-Zuidlijn al sinds 20 jaar. En volgend jaar zijn we klaar. en ik zeg we, maar het meeste van wat u gaat zien heeft te maken met het werk van heel erg veel mensen. De mensen van de Noord-Zuidlijn organisatie. De aannemers natuurlijk. Het is ook het werk van de Amsterdammers en de stad Amsterdam. Wij zijn er nu al heel erg trots op en ook benieuwd hoe het dan wordt. Ook wij maken dagelijks bijna of wekelijks nieuwe dingen mee nog steeds met de lijn. En dan heb ik het niet over tegenvallers, maar dat dingen afkomen en je eindelijk mag aanschouwen hoe het nou eigenlijk geworden is wat je bedacht hebt. Ik wil u meenemen in een verhaal over de totstandkoming van het project. En een stukje van de toekomst, een stukje van het verre verleden van metro's in Amsterdam, om u een beeld te geven van waar een architect mee in aanraking komt als hij aan een Noord-Zuidlijn werkt. Wij hadden dat nog nooit gedaan, u misschien ook niet. En dat is wel een gelegenheid om even een paar vragen te stellen, want wie komt uit Amsterdam van u? Wie dus niet? Nou, dat is echt 50-50. En wie heeft een achtergrond die iets met bouwkunde te maken heeft? Dat is het kleinste gedeelte. Technisch. Ja, ja of liefhebber is. Zeer liefhebber, ja, ik ben diep. Dat had ik al verwacht, ja. Ontwerpen, design, plaatjes of zo. Heel goed. Ja, dat waren eigenlijk de twee belangrijkste, want dan weet ik een beetje wie ik voor me heb. Ik ga er niet vanuit dat u Amsterdam heel goed kent. En ik ga er ook niet vanuit dat u alle bouwkundige termen heel goed kent. Het gaat meer over het algemene plaatje. Ik heb even iemand nodig en misschien Francine dat jij dat straks doet. Om 9 uur heb ik graag even een signaal dat het tijd wordt. En ja, het hangt er ook een beetje vanaf wat u doet, want misschien bent u wel gekomen met de verwachting dat de avond zal gaan over het vragen stellen aan de architect van de Noord-Zuidlijn. Want zo stond het op internet. Wie heeft dat verwacht en vragen voorbereid? Nou. Dat is goed nieuws. Want dat gaan we tussendoor natuurlijk wel doen straks. Ik blijf de hele avond hier bij de mensen die hier moeten blijven wachten of beneden zijn. Er zijn ook een paar collega's van ons bureau, dus we kunnen de vragen beantwoorden die vanavond misschien dan pas ontstaan. Amsterdam, een grote stad die gelukkig niet steeds groter wordt, maar wel compacter, meer inwoners heeft, steeds gewilder is bij toeristen uit de hele wereld. En zo'n stad heeft een vervoerssysteem nodig. En niet alleen maar één, maar meerdere, om het dagelijks verkeer aan te kunnen. Als je kijkt naar de kaart van Amsterdam, dan valt op dat er verschillende verkeerssystemen zijn. Die rode blokjes, dat zijn de bestaande metrolijnen. Trams zijn groen, bushaltes zijn geel en de veerponthaltes zijn blauw. En het meest frappante is dat het grootste stadsdeel eigenlijk alleen maar veerponten en bushaltes heeft. Dus eigenlijk relatief slecht is aangebonden aan de centrale stad. En daar is natuurlijk al langer over nagedacht. Het is ook niet altijd zo geweest, want we zullen straks zien dat er wel een tram voorganger van een metro in Amsterdam-Noord ooit was. Maar hier was en is werk aan de winkel, want je moet iets oplossen. De stad wordt steeds voller en de ruimte is beperkt. Dat is nou het leuke van Amsterdam, dat het allemaal zo knus en gezellig en dicht op elkaar is. Maar in de jaren 90 werd wel heel duidelijk dat het afwachten tot een nieuwe aanleg van een nieuwe metro, dat kon niet langer op zich laten wachten. En is ertoe besloten in 1995, 96 om de Noord-Zuidlijn aan te leggen. Laten we nog even kijken hoe dat eruit ziet in de Leidse straat. Die straat die wordt zo intensief gebruikt dat de auto's inmiddels zijn verbannen. De voetgangers nemen het dagelijks over. En alleen maar daar waar de haltes zijn is het spoor nog dubbel. En verder wordt het in elkaar gelegd. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. Want dat moet allemaal maar lukken als een tram hier staat
En ja, hier staan ook nog twee trams. Dan heb je natuurlijk een opstopping. Zoals je dat verder alleen maar van files op de snelweg of van de Leidsestraat als voetganger kent. Er ontstaan problemen dat trams elkaar ook oneigenlijk tegenkomen en de hele stad verstopt. Trams op de straat is dus uiteindelijk, of meer trams op de straat en slimmere oplossingen op straat met rails die in elkaar liggen, is dus niet dé oplossing geweest voor Amsterdam om verder om te gaan met de grotere verkeersopkomst. Want als je kijkt, dan transporteert het gemeentelijk vervoerbedrijf dagelijks evenveel mensen, orde grootte, als de NS in het hele land. Dat zijn ongeveer 800.000-900.000 mensen. Dan kun je nagaan hoeveel mensen je hier kwijt moet. En na de tegenvallers van de bouw van de eerste metrolijnen was dan in de jaren 90 toch de tijd rijp om weer over de Noord-Zuidlijn te gaan praten, over metro's bouwen te praten. En die lijn die zou dan ook meteen het noordelijk gedeelte van de stad met het zuiden verbinden. Wij hebben aan alle stations gewerkt behalve station Zuid. Dat is er namelijk al. En Centraal Station is er natuurlijk ook, maar niet als halte. Dus daar hadden we een extra uitdaging, daar zal ik ook wat dieper op ingaan. Ja, ik denk dat we van elk station wel één plaatje of meerdere plaatjes te zien krijgen. Ik zal daarbij vertellen hoe het station geïntegreerd is in de stad en wat de bijzonderheden zijn. Het maken van tunnels, wat een hoofdbezigheid is natuurlijk bij de aanleg van metro's, is in Amsterdam bijzonder moeilijk. Je hebt in principe maar een paar mogelijkheden. Dat boren wat we nu gedaan hebben, en ik zeg we, het zijn altijd de bouwers die het gedaan hebben, want wij architecten, wij ontwerpen alleen maar. En dan hebben we ook alleen de stations ontworpen en niet de tunnel. Maar dat boren, dat kun je je voorstellen, dat is zoals het graven. Goedenavond. Het graven in nat zand. Alles slipt meteen weer terug. Je hebt geen houvast. Het is een soort zand-watermengsel wat je tegenkomt op 30 meter diepte. Daar heb je heel erg geavanceerde techniek voor nodig. En die was pas in de jaren 90 beschikbaar. En dat is ook in zijn geheel goed gegaan, moet ik zeggen, hier in Amsterdam. Dan zult u zeggen, ja, maar de Vijzelgracht, dat was eigenlijk een probleem. Voor degene die het niet weten, daar hebben wij water gehad wat de bouwput instroomde. Dat water nam zand mee. Zand schoof van boven naar beneden, nam een huis mee, of vijf huizen. Dan krijg je natuurlijk problemen. Maar dat geldt eigenlijk voor elke bouwput. Dat was niet specifiek een Noord-Zuidlijn probleem. Een andere bouwmethodiek is het maken van caissons. Caissons zijn eigenlijk grote gebouwen die je op maaiveld maakt, om ze vervolgens met een pomptechniek te laten afzinken totdat ze op de juiste plek zijn. Daarna wordt de stad teruggebouwd. Want dat is het nadeel van de caissonmethode. Je moet de stad eerst weghalen, als die in de weg ligt, voordat je iets kunt doen. Dat heeft in het verleden, met name in de oude binnenstad, natuurlijk voor problemen gezorgd. Want hier ging de metro richting de Bijlmermeer, ging dwars door het oudste stukje stad, die hier ligt, de oudste kern van de stad, net erlangs. En daar zijn dan ook alles wat rood is tijdelijk weggehaald en daarna herbouwd. Daarmee heb je ook, nou, je zou kunnen zeggen, iets toegevoegd aan het Openluchtmuseum wat Amsterdam heet, namelijk ook gebouwen van de jaren 70 en 80. Maar dit heeft natuurlijk tot veel weerstand geleid. Voor degenen die niet uit Amsterdam zijn, hier staat nu de Stopera, hier in Amsterdam, dus het is het Waterloopplein. En je kunt het hier al vermoeden, er werd een soort snelweg tijdelijk aangelegd aan bouwplaats die zich steeds verder verplaatsen door de stad. En er werden gebouwen gemaakt in die caissonmethode en die werden dan afgezonken. En ja, hier is die nog niet geweest, hier is die al geweest, hier gaat die ook nog doorheen. En u kunt de gebouwen zien, wij zeggen wel eens, die zijn in de verkeerde tijd gebouwd, want er moest gebouwd worden, teruggebouwd worden, maar er was weinig geld. Dus in de begin jaren 80 was eigenlijk een slecht moment om deze metro aan te leggen, jaren 70, jaren 80. Want de herbouwkwaliteit is misschien niet de allerbeste. Nieuwe bouwopgaves voor de toekomst misschien.
moet even vragen of het ook goed gaat met de techniek trouwens. Als je filmt in het donker, schiet het op? Ik zie je goed. Oké, dan is het goed. Anders doen we het straks nog een keertje over. Goed. Die Caisson-methode, ja, hier zie je het scheepvaarthuis van der Meij. Daar is gelukkig de metro destijds langs gegaan. Maar dit heeft natuurlijk voor de nodige protesten gezorgd. Heeft iemand deelgenomen aan die protesten destijds? Oké, respect. Ja, want dit is... Ja, nee, want dat is toch verschrikkelijk voor een stad. En toch, denk ik, hebben ook de mensen gelijk gekregen. Die zeggen, maar zonder een aanleg van de metro, en dat geldt zeker voor de Noord-Zuidlijn, verwoest je ook de stad, maar dan op een andere manier, van binnenuit. Ik ben heel erg blij dat wij met de nieuwste methodes hier hebben kunnen aanleggen. En niet op deze manier één keer dwars door de stad moesten graven. Herkent u zich ook op de foto? Ik wil daar niet te grappig over doen. Ik denk dat het echt van wezenlijk belang was dat die kritiek er was. En dat er daardoor ook heel erg goed gekeken is in de voorbereiding voor de Noord-Zuidlijn. En ook heel erg goed gekeken is wat kunnen we doen om problemen tijdens de bouw te voorkomen. Nogmaals, ze zijn bijna allemaal voorkomen. En we zijn blij dat het ruwe bouwwerk... de bouwwerkzaamheden nu ook daadwerkelijk achter de rug zijn, zodat hopelijk vanaf nu alles goed gaat. Inmiddels konden wij dus gebruik maken van een techniek die het mogelijk maakte om onder de stad door te bouwen. Je moet in Amsterdam heel diep gaan, want anders boor je ook de palen weg waarop de straten en de huizen en soms de pleinen staan. En daarmee zou inderdaad alles verzakken of instabiel worden. Vandaar dat de metro zo diep ligt in Amsterdam. In andere steden ligt hij heel erg dicht bij het grondoppervlak. Dat ligt aan de bodemgesteldheid. In Amsterdam met 18 meter diepe palen, zeg maar. Dan moet je dus op 30 meter gaan boren. En daarom hebben wij van die hele lange afdalingen richting de stations. Die, denken wij, spectaculair vormgegeven zijn als nieuwe vorm van openbare ruimte. Je boort niet door de stad steeds op dezelfde hoogte. Je begint natuurlijk daar in Zuid en in Noord begin je eigenlijk op Maaiveld. Hier in Noord hebben we zelfs de situatie dat de stad onder de metro onderdoor gaat, want de metro ligt op een viaduct. En in de rest van het plan gaat uiteraard de metro onder de stad door, andersom. We hebben geprobeerd... In nauwe samenwerking is dat natuurlijk gebeurd met de ontwerpers van de stad. Om de stations op plekken te leggen die een betekenis hebben in de stad. Maar we hebben ook vooral getracht om de metro aan te leggen in bestaande straatprofielen of onder water. Waterprofielen zoals bij het Rokin. Waar je dus geen gebouwen erbovenop hebt dat je zo weinig mogelijk problemen krijgt. Niet alleen met verzakking, maar ook met trilling tijdens de bouw. Maar dan zie je dat je echt heel erg je best moet doen, net zo grillig als in een stadspatroon de Noord-Zuidlijn ligt en steeds weer kleine bochten maakt om overal te kunnen komen. Ziet dat er ook uit in het hoogteprofiel. En daarvoor heb je, ik ga nog even terug naar deze, daarvoor heb je een hele bijzondere techniek nodig. Want je denkt dat dit allemaal dezelfde puzzeldeeltjes zijn, dat is niet zo. Zo'n ring is eigenlijk excentrisch. Hier is die breder bij wijze van spreken. Dan op de andere kant. En je kunt die ringen dus zo verdraaien dat je in principe elke beweging kunt maken, zoals de slang van uw stofzuiger thuis. Kun je met de nodige flexibiliteit kun je alles bereiken. En zo is die tunnel gebouwd. Dus bij elke, ja, soms heb je ook een paar keer dat het zich herhaalt. Maar uiteindelijk, om deze bocht te maken, moet je dus die ring een beetje draaien. Het is een fantastisch systeem wat hier toegepast is. Ik had het al over dat we vrij van die palen moesten blijven. Paleis op de Dam staat op 14.000 palen. Maar ook de rest van de stad staat op palen die heel dicht bij elkaar staan. En dat zijn niet de enige problemen die we hebben. Soms is ook het straatprofiel zo smal geweest dat we niet eens die twee tunnelbuizen naast elkaar konden leggen zonder de huizen te raken. En zo is in de pijp... een stukje
zo aangelegd dat die twee tunnelbuizen van elkaar los geraken en uiteindelijk boven elkaar uitkomen in het station en dan weer verder gaan en weer samengevoegd worden. Het is een relatief kort stukje metro wat we hebben aangelegd, 10 kilometer. Maar zo heb je eigenlijk niet alleen maar elk station wat verschillend is, maar ook tussen elk station en het volgende hadden we eigenlijk weer met een nieuwe situatie te maken. Dat is ook een van de redenen waarom het lang duurt om dit voor te bereiden en ook lang duurt om het uit te voeren. Maar wij hadden gerekend op 7 jaar in het begin. Ik heb laatst nog een documentaire gezien op YouTube, is die van 1995, denk ik. Of dat iemand een reis doet met een bus en dat duurt dan 45 minuten, de tijd die straks 15 minuten duurt. En die heeft het dan erover dat de metro dan in 2005 gaat rijden. Dat, wij hebben in plaats van 1 keer 7 jaar, hebben we 3 keer 7 jaar gebruikt. En u zult straks zeker vragen hebben waarom het nou allemaal zo lang moest duren. En daar zijn heel veel redenen voor aan te wijzen. Het is niet 1 enkele reden. Goed, gaan we even kijken hoe dat gaat in de stad. Want ik heb gezegd, we probeerden te bouwen op plekken die goed bereikbaar zijn, waar geen gebouwen op staan. Hier kijken we het Rokin in, waar eerst een deksel werd gemaakt. En daar weer overheen de stad gesloten, zodat je zo weinig mogelijk open bouwputten had. Zo kort mogelijk, moet ik ook zeggen. Alleen maar de stations werden gegraven van boven naar beneden, de rest werd geboord. En als die platen dan eenmaal oplichten, kun je dus daaronder verder graven en ga je steeds dieper. Je maakt eerst wanden erlangs. En dan gaf je een beetje uit dat die liggers erin komen, gaat een deksel erop, stad komt weer terug. Dit werd dan als bouwplaats ingericht, dus het werd niet meteen aan de stad teruggegeven. Maar dit is natuurlijk een fantastische plek om te bouwen, maar ook, zullen we straks zien, we zijn hier natuurlijk de rivier ook tegengekomen, de oude rivier. En de archeologen hebben hier fantastische vondsten gedaan. Zo zag het er vroeger uit op dezelfde plek. Dit was voor invoering van parkeergeld. Ja, want iedereen kon makkelijk naar de binnenstad met zijn autootje en parkeerde dus de hele stad vol. Wij denken dat we nu een verkeersprobleem hadden, maar voor de invoering van parkeergeld was het dus in de jaren 50 hier nog veel meer het geval. Mij heeft het op het idee gebracht om iets soortgelijks in te voeren voor fietsen, want die zijn misschien wel de plaag van onze tijd. En ik doe niets anders dan fietsen, mocht u dat nu verkeerd gehoord hebben. Maar ook daar moeten we iets verzinnen, want de stad verlamt. De stad moet terug naar de mensen, naar de langzaamheid van lopen, van kijken, van blijven. En ja, auto's en misschien ook trams passen daar niet altijd bij. Dit is nog een stapje eerder. En dan zie je dus die mooie Amstelarm, sorry, hier. Naar achter ons ligt de Dam. Ja, dit was natuurlijk een fantastische plek vroeger aan het water. En er komt een heel klein beetje water terug, maar het wordt vooral de Rode Loper die hier komt te liggen. Die helemaal reikt van het Centraal Station tot aan de Heinekenbrouwerij, het Weteringscircuit. En die gaat echt straks als een soort rode draad door de stad. En dat wordt een nieuwe beleving van Amsterdam, denken wij. Die wordt ook fantastisch ingericht door de bedenkers van de stad. Is het helemaal vormgegeven en wij waren heel blij dat we met die mensen op allerlei niveaus hebben kunnen samenwerken. 'S Nachts moet het goed gaan en ja, het moet sowieso goed gaan. En dat heeft alles met het maken van plannen te maken. Wij breiden nu het metronetwerk uit wat vroeger tentakels had met de Noord-Zuidlijn, wordt tenminste 1 kortsluiting gelegd. De meest spannende is natuurlijk deze loop. En we hopen toch echt nog een keertje mee te maken met z'n allen dat dit gesloten wordt. Veel later kan er nog een keertje een Oost-Westlijn, wend u maar vast aan het woord, komen. Dan hebben we nog een nieuwe uitdaging en pas dan is het misschien het metronet een keertje zo ver dat we elke uithoek van de stad goed kunnen bereiken. Korte geschiedenis over het ontstaan. Dit kunt u allemaal op internet opzoeken op die fantastische site van Wij Nemen Je Mee, de organisatie van de Noord-Zuidlijn. En daarop is ook heel mooi te zien dat in stapjes eerst hier, dan naar het zuiden, dat die metro steeds groter geworden is.
En het is natuurlijk heel mooi dat deze tak nu vanaf volgend jaar, 18 juli volgens mij, te gebruiken is. Ik zit in de eerste metro, ga ik vanuit. 22 juli 2018. 22 juli 2018. Oké. Okay. En dan kunnen we. Zit misschien wel leuk, de maker van die kaart aan de rechterkant. Die zit daar. Oké, okay, heel goed. Fantastisch, welkom. Is ook de fotograaf van de Noord-Zuidlijn hier, G. Dubbelman? Nee, G. Dat... is helaas, helaas niet bij, die had het ontzettend druk. Dus, Oké, dat zijn, is altijd frustrerend voor ons, want wij maken zelf ook veel foto's en laten veel foto's maken. Maar hij is altijd natuurlijk toch weer sneller en wel geweest op het moment dat wij er niet waren. Ook hij maakt een waanzinnige documentatie. Maar, wat is precies die Oost-West-Lijn? Ja, die ziet u hier nog niet in. Dat is echt toekomstmuziek. Maar u zult straks zien, dat kan ik aanwijzen beneden. Er is rekening gehouden in het metrostation hier, in het ontwerp, dat die Oost-Westlijn een keertje door de stationshal gaat. Tenminste, door de spoorhal waar we beneden gaan kijken. Er is extra ruimte opgenomen. Oost-Westlijn is iets voor de volgende lezing die ik hier ga geven. Heel kort nog even terugkijken. De eerste lijnen die werden aangelegd, die zijn, ja, dat is natuurlijk inmiddels 40 jaar geleden, die zijn niet alleen maar qua bouwtechniek, maar ook qua uitstraling, met een heel andere visie zijn die tot stand gekomen. En men wilde destijds de metro echt verankeren in het straatbeeld en dacht ondergronds alle ruimte nodig te hebben om mensen goed hun weg te laten vinden. Kunnen even kijken. Nou, dit is al de opgeknapte versie, maar er waren bankjes waar je op kon zitten. Dat je die metro-ingangen echt als stadsmeubels kon gebruiken. Dat ze echt iets toevoegen aan hun omgeving. Ondergronds was er, nou, dit lijkt bijna op een soort schaal van de Londense metro. Of in New York zou dit kunnen zijn. Maar nee, dit is gewoon hier op het Weesperplein. Want die metro was niet alleen maar een ingang, maar ook meteen een onderdoorgang. Er waren winkeltjes en... Ja, ook het materiaalgebruik was heel anders dan wij het vandaag de dag zouden doen en gedaan hebben. Het werd eigenlijk allemaal zo gemaakt dat het tegen een stootje kon. Dus van bruut beton of kalkzandsteen en dat dan geschilderd. Want als het een deukje kreeg, dan kon je het makkelijk bijwerken en dan schilderde je het weer over. En daarmee was het gedaan. Maar dat vraagt natuurlijk wel om voortdurend onderhoud. En dat ziet er natuurlijk dan ook niet zo goed uit na een tijdje, wordt steeds slechter. Dat vraagt, of dat veroorzaakt weer nieuwe sociale problemen, want de mensen die gaan er dan ook anders mee om. En u zult zien, in de Noord-Zuidlijn hebben we eigenlijk ervoor gekozen dat er overal materialen gebruikt worden die misschien niet tegen dat stootje kunnen, maar die wel binnen één nacht vervangen kunnen worden, zodat het er op de volgende dag echt weer perfect uitziet, echt als nieuw. We hebben veel aan standaardisatie gewerkt, zodat alles flexibel is, maar ook heel makkelijk vervangen kan worden, want die ene plaat die past hier, maar die past ook daar en op een andere plek. Dat is allemaal anders dan destijds in de aanleg van die eerste lijnen. We hebben daarnaast nog andere dingen toegepast, maar dat komt zo meteen wel als wij de stations even aflopen. Met deze schets, en ik zei al dat de beamer misschien niet helemaal scherp is, maar dit is ook nog een foto, de eerste digitale foto die wij gemaakt hebben van iets met een hele oude camera destijds in 1995. Met deze schets kun je zeggen, wonnen wij het project Noord-Zuidlijn. Dat was vroeger wat makkelijker dan vandaag de dag met Europese aanbestedingen enzovoort. Maar het ging in competitie. Er werden 4 architecten of ontwerpersteams gevraagd om een visie te geven op het aanleggen van de metro, de Noord-Zuidlijn. En wij zeiden, ja, eigenlijk moet je zo weinig mogelijk doen. Ja, je moet een gat graven en er komt een gebouw in. Je wilt eigenlijk we hadden inmiddels te maken natuurlijk met de Vrienden van de Binnenstad. Een fantastische organisatie, maar ik moet even kijken hoeveel mensen daar in de zaal zitten. Want die hebben er met goede argumenten voor gezorgd dat er eigenlijk dus geen aanduidingen van de stations, in ieder geval geen gebouwde aanduidingen, van de stations, voor de stations,
In de omgeving komen dus geen daken, geen gebouwen. En zo hebben wij de entrees van de Noord-Zuidlijn hebben we als een soort verdiept maaiveld aangelegd. En vanaf dat maaiveld, wat je ook nodig hebt als voorgebied waar je je kaartje dan koopt en, of gebruikt, is er eigenlijk in bijna alle stations één beweging meteen naar de plek waar je wilt zijn. Dus je gaat niet, zoals in de Londense metro, naar beneden. Ik herinner me Tottenham Court Road Station. Als je daar 20 seconden onder de grond bent, dan weet je echt niet meer, niet alleen maar waar links en rechts is, maar ook niet meer waar boven en beneden is. Want je bent echt helemaal in de war en draait. Overal komen mensen op je af en je weet niet of je de goede weg genomen hebt. Dat is straks in de Noord-Zuidlijn anders. Je gaat in één beweging naar beneden en dat betekent ook dat je als je aankomt ook naar boven kunt kijken en misschien zelfs een indruk van het daglicht kunt opvangen. We hebben gezegd, als we dan al graven, laten we dan die plek die in de stad ontstaat ook goed gebruiken, meervoudig gebruiken, niet alleen maar voor een metrostation, maar we hebben voorgesteld om zoveel mogelijk auto's van het maaiveld weg te halen. U herinnert zich de foto uit de jaren 50. En die auto's dan beneden te parkeren. Misschien ook als overstapvoorziening tussen de twee verkeerssystemen. Maar daarmee krijg je dus de auto's weg. En je gebruikt ook nog een keertje die waanzinnige ruimte die je uit moet graven om dit station überhaupt aan te kunnen leggen. Een soort dubbel gebruik. Als architecten hebben wij dan geprobeerd om, nadat we het gewonnen hebben, om meteen een ruimtelijke indruk te krijgen. Nou, we hadden, ik weet niet hoeveel tientallen van dit soort piepschuim maquettes die je open kon zagen en letterlijk kon kijken nadat je met een Stanley mes een groot gat erin gemaakt had, hoe dat daar beneden dan daadwerkelijk zou worden met een camera erin enzovoort. Ze hebben allerlei technieken ook zelf moeten ontwikkelen voor ons met verlichting. Het zijn allemaal heel oude foto's. Dat wordt dan wat gedetailleerder en dan ga je met andere materialen, met een andere fijnheid ga je het ontwerp testen en probeert je te verplaatsen in hoe dat dan werkt als je later het gebouw gebruikt. En we hebben natuurlijk ook vroegtijdig al van artist impressions gebruik gemaakt. En ook hieraan kun je zien dat het wel wat tijd gekost heeft voordat we hier nu zijn. Want zo zien de artist impressions er natuurlijk vandaag de dag niet meer uit. Dit zult u in geen krant of in geen tijdschrift tegenkomen. Dit is de kathedraal die u zo meteen zult zien. De grote spoorhal van het station Centraal. Dat is een leuk plaatje, vind ik. Is een leuk plaatje? Ja, hoe dat dan begint. Ja, klopt. Ander plaatje, Noord. Nou, in het begin hadden we dus nog daken ontworpen. Die waren niet per se groen, maar die waren vooral te groot, werd gezegd. En zo zijn die er ook vrij snel uitgegaan. We hebben het wel zo aangelegd dat ze ook toch geplaatst kunnen worden. Want misschien wil je toch ietsje beschermder staan op het moment dat je je kaartje aanbiedt. Veel tekeningen worden gemaakt. Die maken wij niet alleen, maar die worden in samenwerking en nauwe afstemming met allerlei adviseurs en ingenieurs gemaakt. En ja, uiteindelijk kom je dan toch weer bij het maken van specifieke ideeën voor specifieke oplossingen. En ga je als bureau in een redelijk groot team, ik denk dat er op een bepaald moment wel 20 mensen aangewerkt hebben aan die Noord-Zuidlijn, wat voor ons veel is, de meeste teams zijn kleiner, om al die 7 stations vorm te geven. Elk station is anders, maar bestaat altijd uit dezelfde basisprincipes. Entree, dan een soort overgangszone, een verdeelhal of een controlelijn, direct die roltrap naar beneden, van soms wel 40 meter lang. En dan het overzichtelijke perron, met als het kan zo weinig mogelijk obstakels, dus zo weinig mogelijk constructie. Dit is even voor één station de principe uitleg hoe het werkt. Vrij grote entrees, die moesten ook zo groot, want je hebt te maken met een bepaalde vluchtbreedte en je hebt een bepaald aantal roltrappen nodig. Dit ligt in open gebied, zoals de rest van de stad ook. Dus ja, je wordt hier nat, maar dat word je hier ook. En op een gegeven moment ga je naar binnen en ben je echt daar waar je veilig wilt zijn, namelijk op het perron. En daar regent het natuurlijk niet. Dit zijn vrij technische tekeningen, ik wil hier vrij snel doorheen gaan.
Dit is station Rokin, als je hier naar beneden komt en in de verdeelhal. Maar ook later, als je verder en dieper het station ingaat, dan zul je die daglichtindruk wel houden. Want wij hebben ervoor gekozen om alle materialen of licht of reflecterend te maken. Die materialen die gaan we zo meteen even bekijken. En dan kom je op de lange roltrappen. En dat zijn ruimtes, daar kunt u zich geen voorstelling van maken. Misschien als u de kerken in Amsterdam kent of zo. Dat soort openbare ruimtes in het publieke domein. Met waanzinnige hoogtes, heel breed. Zo'n entree of zo'n daalpunt kan makkelijk. Je past makkelijk de hoofdruimte van de oude kerk bijvoorbeeld in. Of een congreszaal van de RAI, dat soort kaliber moet u aan denken. En niet alleen maar wordt deze beweging sowieso spectaculair door deze ruimte. Op sommige plekken is het ook nog zo dat die parkeergarage die u hierachter ziet, die zal voor extra levendigheid zorgen. Want dan draaien natuurlijk de auto's met lichten aan rond. Zelfs in Tokio hebben ze zulke stations nog niet gemaakt en wordt dit echt een soort wervelwind van indrukken. Misschien dat u op een van de openingen al geweest bent. Heeft iemand de kunst in station Rokin of Vijzelgracht gezien? Dan heeft u het gedeeltelijk al meegemaakt. En die ruimtes die pakken inderdaad zo uit zoals we ze destijds bedacht hebben. Dan even door naar de perrons. Ook hier ruim van opzet. Niet overal konden we aan die kolommen ontkomen. En wij worden wel eens gevraagd, wordt het niet allemaal erg grijs wat jullie hebben ontworpen? We hebben heel bewust een kleurkeuze gemaakt en er zitten heel veel tinten. Ik denk dat ik net het gras voor mijn eigen voeten wegmaai, want daar komen we zo meteen denk ik met plaatjes op. Ik ga eerst even over de structuur van de stations verder verhalen. In principe, hier nog even ter indicatie, je gaat naar beneden door de controlelijn en dan in één beweging naar beneden. Dat kan wel eens een minuut duren op de roltrap voordat je beneden bent. En dat kun je vergelijken met een gletsjer en het water wat daar vandaan komt. Daar waar het breder is, stroomt het langzamer. Daar waar het smaller is, gaat het harder. En waarom zien we dat terug in dat eerdere plaatje? Daar waar mensen meer tijd nodig hebben om een kaartje aan te bieden, daar zijn de stations dus breder. Hierboven. De ruimte is breder en natuurlijk zijn de roltrappen beperkt tot wat je nodig hebt om elkaar te passeren, om te wachten. Maar dit zijn natuurlijk standaardmaten. Die daglichtindruk, dat hadden we tamelijk snel door. Dit is de ruwbouw van station Rokin ook. Die daglichtindruk die zul je ook daadwerkelijk zo krijgen. Als je beneden op het perron staat te wachten, dan zul je al zien waar je naartoe moet. Roltrappen die zullen een beetje van het licht ook opvangen. En we hebben dat licht ook versterkt door kunstmatig daglicht om mensen te leiden door de stations. Ja, je komt letterlijk een zonnestraal naar binnen, of dat zo letterlijk in de toekomst is. Ik denk dat het een beetje mazzel was op het moment dat deze foto genomen werd. Maar u hebt een idee van dat die ruimte daadwerkelijk ook zo bedacht is zoals het nu uitpakt. De rode loper. Met een ingang hier. Er komt wel één aanduiding hoor. Er komt zo'n, hoe heet dat ding? Metro Cubus, volgens mij. Die staat er al. Er zit alweer een grijze zak omheen. Want anders denken toeristen van, oh, metro. Maar later, ik denk alleen al het kaliber van die opening. En ook de verlichte randen, die zullen een indicatie zijn voor, hier moet ik zijn, hier rijdt de metro. En ja, meer mag je in een UNESCO-beschermd gebied gewoon niet doen. En konden wij, misschien dat er in de toekomst wel iets komt hoor, maar dit is het. En zo ziet een entree er dan uit. In principe maken wij een gat in het maaiveld en klappen de randen letterlijk open. Met de materialen van de stoep die ernaast liggen en hier op centraal is dat een iets ander materiaal dan in de rest van de rode loper waar die steen dan gekopieerd is. Er was zelfs een keertje een overweging dat bij een station waar dan stoeptegels moesten komen om ook die stoeptegels hierin op te nemen. Volgens mij is dat ontwerp geheel aangepast. Dan krijgen we dus chique materialen en gaat het station daardoor ook nog meer op in zijn omgeving. En je zult altijd ook iets opvangen van dat materiaal wat aan de binnenkant is en dan zul je wel zien dat het een entree is.
Die materialen die we gekozen hebben, die zijn allemaal heel makkelijk te onderhouden, makkelijk te vervangen. En hebben een zeer hoge graad van technische duurzaamheid. Dus zijn slijtvast, zijn verglaasd, we hebben veel glas gebruikt, of zijn verglaasd omdat het geglazuurd is. Glas heeft de eigenschap dat het geen vocht doorlaat. Dus alles wat met vervuiling te maken heeft, vet van handen, chocomel is ongeveer het ergste wat je kunt hebben in een station. Dat gaat er allemaal niet in en is makkelijk te verwijderen. En we hebben die kwaliteiten van de materialen, die hebben we zelfs nog versterkt door bij het glas bepaalde patronen toe te passen. Dat zal ik straks ook uitleggen als we er naartoe gaan. De gebieden waar mensen direct de wanden kunnen raken, die zijn voorzien van glas met een bobbeltjesstructuur. En dat is niet die print die u ziet, maar op het oppervlak een bobbeltjesstructuur. Die zorgt ervoor dat beginnende vervuiling niet zo opvalt. Uiteindelijk wordt alles vuil natuurlijk. Maar dit kun je ook heel makkelijk schoonmaken en dan hoef je niet overal geweest zijn. En het ziet er dan toch weer een beetje netjes uit. En dat puntraster wat erachter zit, dat versterkt het eigenlijk nog. En het mooiste is dat de combinatie van een puntraster en die bobbeltjesstructuur ervoor zorgt dat als je dichter dan een armlengte bij dat glas komt, word je duizelig. Dat betekent dat mensen automatisch, is onze verwachting, van die wanden afblijven. Omdat ze dan, ja, je komt, als je te dichtbij komt, proberen de ogen te focussen. En bij de meeste mensen heeft dat een effect dat ze automatisch een stukje ervan afblijven. Ik heb een redelijk grote testgroep hier. Ik ben benieuwd of u dat straks ook zo meemaakt. Het glas dat wordt ook soms doorzichtig gebruikt of er wordt nog een blackout laag erachter gezet, dus dat je er niet doorheen kunt kijken. Daar hebben we heel erg veel mee geëxperimenteerd en natuurlijk ook met de vloertegels. Er zijn twee vloertegels, Noord-Zuidlijn donkergrijs en Noord-Zuidlijn lichtgrijs. Zo noemde leverancier Moza ze in ieder geval. En ik dacht ook dat een tijdje de bedoeling was dat dit daadwerkelijk in het programma werd opgenomen, maar blijkbaar heeft ook dat te lang geduurd. We hebben samen met ontwerpers die weten aan welke knop ze hoe moeten draaien, 36 knoppen kun je instellen om een tegel te maken voor stroefheid, glinstertjes erop, effenheid. En ik denk dat het 2-3 jaar geduurd heeft voordat we daadwerkelijk de juiste tegels hadden. En niet dat het alleen maar om mooi ging, het ging vooral ook om die technische duurzaamheid waarover ik het had. Over het algemeen is het zo dat daar waar de mensen binnenkomen, dus vocht en vuil aan hun voeten hebben, daar zijn de tegels wat donkerder. Die kunnen dus die beginnende vervuiling heel goed hebben. En beneden in de stations, op het perronniveau, zijn de tegels lichter. En daartussen sta je even op de roltrap, dus dan ben je vergeten dat je van een donkere komt en naar een lichter gaat. Maar we proberen juist een beetje eenheid in al die materialen te vinden. En wij denken dat de kleur straks juist door de mensen en de kunst, en als het moet de reclame en de informatievoorzieningen komt. En dat je niet per se met een soort drager aan kleur, aan informatie, je stations moet vormgeven. Kleur is heel erg gevoelig voor mode. Kleur gaat ook in wat kunstenaars misschien met die ruimte willen doen. Het kan zo zijn dat er later een concessie komt voor een bepaalde vervoerder die zijn eigen kleur wil meenemen. En dat wil je natuurlijk, daarvan wil je allemaal niet afhankelijk zijn. En wij hebben gekozen voor een reeks grijstinten die een warme ondertoon hebben, zodat je je prettig voelt. En u zou straks ook, je mag het zelf bekijken, zou een soort comfortabel natuurlijk gevoel moeten hebben. En dat heeft alles te maken met de nauwe afstemming van de materialen op het licht. We hebben met een uitstekend lichtadviesbureau uit Oostenrijk gewerkt en die zeiden, je kunt eigenlijk niet eerst alle je materialen doen en dan nog lampen erbij zoeken. Dat moet tegelijkertijd gebeuren. En zo zijn alle materialen die wij verzonnen hadden al, en alle lichtarmaturen die zij voorgesteld hebben, dat was een soort kruisbestuiving. Alle materialen zijn in monsters naar Oostenrijk gegaan, zijn doorgemeten. Want je wilt graag dat al het licht wat op een materiaal valt, dat het zo natuurlijk mogelijk terugkomt en dat je beneden in de metrostations het natuurlijk daglichtspectrum hebt. Dat betekent namelijk dat je je prettig voelt en je op dat kunt concentreren waar het om gaat. Namelijk die trein die komt of de informatie die je zoekt, maar dat je niet in een soort blauwe grot terechtkomt of een
weet ik veel, een rode hel of zo, maar dat het een soort basisverlichting is die natuurlijk overkomt. Daar is veel tijd in gegaan. Nou ja, dat is die bobbeltjesstructuur waar ik het over had. Met een print erachter. En als je die beweegt, sorry, ik ga even de verkeerde kant op, zie je al, dat doet al iets. En hoewel het exact dezelfde glasplaat is, wij denken dat er ook daardoor niet alleen maar een soort technische duurzaamheid en technische kwaliteit in komt, maar dat er ook een bepaalde speelsheid in mag zijn. Iets wat glinstert is natuurlijk ook mooier dan iets wat mat gesausd is. En ik denk dat dat het hoofdverschil is met de metro zoals die 40 jaar geleden is aangelegd. Keramische platen had ik het over, ook die hebben een soort bobbeltjesstructuur. En die zitten op plekken waar de reizigers niet kunnen komen. Dus het is een grotere afstand, past een grotere bobbeltjesfrequentie bij. En ook daar hebben we heel lang aan gewerkt. Aluminium plafonds hebben we gekozen, want aluminium weerspiegelt de omgevingskleur in een natuurlijkere wijze dan bijvoorbeeld RVS. Dat is ook beter voor akoestiek trouwens. En ja, dan kunt u straks... Dit was heel lang het eerste en enige voorbeeld van alle materialen bij elkaar. Dat was natuurlijk voor ons ook een... Ja, het was geen proeftuin, want het was allemaal besteld. Dus we konden hier op de verdeelhal van Centraal voor het eerst zien of het allemaal goed zou komen. En daar hebben we ook nog van geleerd trouwens. Wat is nou het idee erachter dat daar donkere kruisstekels liggen en daar lichte kruisstekels? Ja, nou... Bij Centraal hebben we, dus dit zijn niet aanduidingen voor paden of zo, want je zou eigenlijk door de lichtkleur zou je geleid moeten worden door het station. Hier hebben wij voor de verandering ook op de vloer een soort patroontje aangebracht, want het Centraal Station, het metrostation Centraal Station, is heel bijzonder ruitvormig vormgegeven en die verdeling van een ruit. En dan, of een wiebervorm, dan verder in driehoeken enzovoort. Die hebben wij in alles en nog wat doorgezet. Hier zijn we iets verder gegaan met het ontwerp dan in de meeste andere stations. Dat is de verklaring. We hebben ook heel nauw afgestemd met mensen die alles weten over hoe mensen hun weg vinden. Bebordingsspecialisten enzovoort. Er zit van alles aan het plafond wat je van tevoren moet bedenken. En wij konden in heel nauwe afstemming met de lichtontwerpers en die bebordingsspecialisten, konden we ervoor zorgen dat de helft van de borden weggelaten kon worden. En dat konden we zo doen. Wij als mensen zijn gewend dat sinds miljoenen van jaren, dat achter ons dat kampvuur in de grot, dat warm is. En ik bedoel niet warm qua hitte, maar warm van kleur, een beetje een soort gezelligheid. En dat felle blauwe licht, wat aan de andere kant is, dat de uitgang van de grot is. Daar zijn wij gewoon op getriggerd. Dus als je nou met die twee kleuren, wat blauwer, feller licht bij de uitgangen en wat warmer, comfortabeler licht bij je perrons, als je dat in de stations weet te brengen, dan vindt iedereen de weg automatisch. Want je weet waar je naartoe wilt en je ziet waar dat doel bereikt kan worden. Daarnaast zouden die borden natuurlijk in de weg hangen. Om de uitgang überhaupt te kunnen zien. En dat pakt wonderbaarlijk goed uit. In de stations hebben we ook met kunst te maken. En het klinkt alsof het een bezwaar was. Maar de kunst zal juist aan elk station iets heel bijzonders toevoegen. En soms is het wat kleinschaliger. Soms is het extreem groot. Ik zag een paar van u waren hier bij de open dag geweest. In station Vijzelgracht. Met Ramses Shaffi nagetekend met metrolijnen, lijkt het wel. We hebben ook veel grotere, 200 meter lange kunstwerken van Amalia Pica, bijvoorbeeld in station De Pijp. Zo krijgt elk station ook nog weer een bijzondere sfeer, iets eigens. En kan het zich onderscheiden, wordt het misschien ook niet alleen maar een overstapmachine, maar ook een soort bestemming op zich. Het grootste kunstwerk, in ieder geval in aantallen, is tot stand gekomen door het werk van het bureau Monumenten en Archeologie. Die voor de graafmachines, dat ziet u hier rechtsonder, door alle modder gingen. Met name hier in het eerste gedeelte van de oude Amstel, tussen de, wat vroeger de Nieuwe Brug heette, en de Munt.
En zo zijn 750.000 vondsten gedaan, soms te herleiden tot een persoon uit de geschiedenis. De archeologen hebben, als ik me goed herinner, het mosterdpotje van Napoleon gevonden. Dat blijkbaar een beetje kapot was of overbodig. En het ging natuurlijk allemaal de rivier in. En die rivier die heeft natuurlijk veel bewaard in de sedimenten. Wat we nu hebben afgegraven bij de aanleg van de station zelf. Want we hebben natuurlijk de boor die heeft alles vermalen. En op 30 meter diepte zit je ongeveer 250.000 jaar in de tijd naar achteren. Dus daar was niks. Hier was niks. Maar in de stations kon je dus letterlijk de hele archeologie van de rivier de Amstel volgen. En met die vondsten is veel gedaan. Boothaken, 400 stuks. Alleen hier voor het station op de plek waar een caisson is afgezonken om een verbindingstuk aan te leggen, zijn al die haken die afgebroken zijn bij het navigeren van de kleine schuiten de stad in. En hier wil je natuurlijk iets mee. En het idee wat wij gerealiseerd hebben met de archeologen is dat de vondsten terugkomen naar de plek waar ze gevonden zijn. In de Noord-Zuidlijn. En hoe dat gedaan wordt, daarover verklap ik nog niks. Maar u zult deze opstelling, die zult u straks in de station, in één station, weer terugzien. Hoe laat is het? 10 voor, dan heb ik dus nog 25 minuten, dan moet ik een beetje opschieten, want dit was een beetje het kader en ik wou toch nog even een paar dingen over de station zelf vertellen. De oude kustlijn van Amsterdam, die ziet u hier, Prins Hendrikkade. En ooit moest Amsterdam een station krijgen en dat paste nergens anders dan voor de stad. Op de plek waar eigenlijk vroeger ook een hoofdverkeerspunt was, want al die grote schepen moesten voor de stad ankeren, werden geleegd, goederen werden overgedragen naar kleinere boten en hier vandaan ging je dan de stad in. Als u denkt, deze kaart staat verkeerd om, dat klopt vanuit ons huidig perspectief, maar vroeger waren alle kaarten met zuiden aan de bovenkant, zodat deze kaart dan toch weer klopt. Hier ligt nu dus het stationseiland en dat stationseiland is natuurlijk helemaal vergroeid met de stad tegenwoordig. Er kwam steeds meer. Want bij de aanleg van het stationseiland was nooit de rekening mee gehouden dat hier ook nog een keertje een metro zou komen. Dat hier 14 bushaltes aan het station zouden liggen. Verschillende tramlijnen zouden aankomen. En eigenlijk is dat water wat ooit tussen het stationseiland en de stad lag, is natuurlijk helemaal verdwenen. Bijna verdwenen. Dus uit begin jaren 60 nog. Vanuit de, zeg ik het goed, de Sint-Olofskerk, Nicolaaskerk, dankjewel. Wij werden natuurlijk, kwamen we met de aanleg van de Noord-Zuidlijn ook hier juist bij Centraal verschillende vraagstukken tegen die een architect in zijn eentje, ook een groot architectenbureau, niet kan oplossen. En zo hebben wij samen met de ontwerpers van de stad, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, hebben we een plan gemaakt om deze plek niet alleen maar te voorzien van een nieuw metrostation op deze plek, maar ook te ontzien van problemen die er zijn ontstaan. Dit was een tijdelijk bouwwerk wat het volgens mij bijna 50 jaar heeft volgehouden. Dat is zo met tijdelijke bouwwerken. In principe is het zo, als je vroeger, of nu nog steeds waarschijnlijk, vanaf het Centraal Station naar de Dam ging, moest je hier meer verkeersbanen oversteken dan bij de A4 bij Schiphol. Dat is geen goede entree naar een stad, geen passende welkomst. Dus wij hebben toen gezegd, er is een aanleiding om die hele situatie opnieuw te bedenken. En we hebben ervoor kunnen zorgen dat het merendeel van de bussen naar de achterkant van het station verplaatst wordt. We hadden de opdracht meegekregen van de Noord-Zuidlijn om niets aan de stad te veranderen met de aanleg van de Noord-Zuidlijn en alles weer terug te leggen op zijn plek en dan binnen 7 jaar klaar te zijn. Maar we hebben gezegd, oké, dat is goed, behalve 1 gebouwtje, dat staat echt in de weg, dat willen we graag weg hebben. Hier maken we een nieuwe metro-ingang, dus laten we dit van de oude metro dan weghalen. En zo is het ook gebeurd, maar niet alleen maar dat is weggegaan, maar ook veel van de verkeersinfrastructuur die een obstakel vormde tussen het stationseiland
En de binnenstad, de oude binnenstad van Amsterdam. Dit konden wij natuurlijk nooit in ons eentje bedenken. Dit kwam allemaal door een ingeving die wij hadden op een gezamenlijke studiereis naar Parijs. Het leegmaken van de ruimte, het weghalen van de bus, het weghalen van overbodige autoverkeer. Dat kon allemaal eigenlijk alleen maar, dus allemaal toekomstige plaatjes. Dan zie je dat het water echt terugkomt in de stad, het wordt allemaal breder. Je zult echt het gevoel hebben dat Amsterdam een stationseiland heeft, wat voor de stad ligt. Zoals het vroeger eigenlijk ook was. Voordat al die extra verkeers- en vervoerstromen hun intrede namen. We hebben dat voor elkaar gekregen omdat we zeiden, ja, je wilt hier aan de voorkant van het station een metro-ingang maken, maar dan krijg je wel heel veel mensen naartoe, vanuit het station, vanuit de binnenstad. En eigenlijk kan die ruimte dat niet aan, als ook nog de mensen die overstappen uit de tram en vooral de bus hier hun weg moeten kunnen vinden. En zo hebben wij gezamenlijk bedacht dat als je die bussen nou naar achteren brengt en daar waar je toch een metro-ingang moet maken, dus een deel van die capaciteit naartoe kunt verplaatsen, dan ontstaat er hier ruimte voor allerlei andere dingen, bijvoorbeeld het water, maar ook voor een plein wat veel leger is voor het station. En dat kon allemaal omdat het station precies zo breed is, het bestaande station, als een metroperron lang is. Dus dan kun je aan het begin heb je een toegang, dan metroperron, dan de uitgang. En deze, dat hebt u misschien ergens een keertje gehoord. Deze tunnel is dan ook niet gegraven. Onder het station is een grote ondergrondse gracht gemaakt, tijdelijk. Deze bak, stalen bak, is ergens anders gemaakt en hier ingevaren, zoals later de metro hier naartoe rijdt. En zo hebben wij op een heel kort tijdsbestek hebben wij hier een heel ingewikkeld stuk van de tunnelbuis kunnen plaatsen. Dus alle bussen terug, wel op niveau. Al die straat die hier voor lag met al die rijbanen hebben we voorgesteld om dat ook naar achteren te brengen en dan in een tunnel die net overal, het paste net met al die toegangen. De veerponten die komen natuurlijk ook in de toekomst, komen die hier nog aan. Maar je stapt straks uit en je kunt zonder een rijbaan over te steken nu naar de Dam lopen in de toekomst. Hier gaan we straks een kijkje nemen, dus die sla ik even over. Het is bijna af. Waar we misschien niet aan toe komen is de noordelijke uitgang naar de Eihal. Als u vanavond klaar bent met deze toespraak en ook de rondleiding, u kunt hier wel over de leuning naar beneden kijken, dan ziet u de roltrappen liggen. Een extra kap die wij gemaakt hebben, zorgt ervoor dat het geheel natuurlijk ook aansluit. Je wilt natuurlijk droog staan, maar het zorgt er ook voor, die hele opzet van het station, dat je straks net zo makkelijk van bus naar trein overstapt. Je ziet namelijk waar je vervolgvoersmiddel is als je nu ook al van trein naar trein overstapt. Dus eigenlijk is het daarmee een heel natuurlijke overstapsituatie. Ook een stukje vormgeving konden we daar natuurlijk doen. U zult zien dat ondergronds de Noord-Zuidlijn veel hoekige vormen kent. Bovengronds zijn de gebaren wat afgeronder. Grote kap, 365 meter lang, met deels gekleurde ruiten. Dat zijn allemaal heel mooi ter plekke gebogen glas trouwens. Wat ook 's nachts natuurlijk een effect heeft, maar ook overdag. Want die Chinezen die met de cruiseschepen door Europa gaan, die weten tenminste op één van de vier dagen dat ze in Europa zijn, in welke stad ze nou eigenlijk aankomen. Niet altijd is het natuurlijk zo verkeersluw wat fietsverkeer betreft. Dit is echt tijdens sale. Dan heb je nog een keertje een andere situatie. Maar je ziet hier ook heel mooi dat die letters ook iets doen met de omgeving hieronder. Het was een idee wat we afgeleid hebben van een reclame die eerder hier op Centraal stond. En mijn partner Jan Bentum die vertelde hoe die hier als klein jongetje altijd in het rode licht van een van die letters ging staan als hij op een trein wachtte. En dat idee van ik sta in het rode gekleurde licht,
Dat hebben wij nu ook gebruikt om de buitenruimte extra te verlevendigen. En dat werkt zowel op het busplatform als ook beneden. Je rijdt eigenlijk door een stukje vormgeving zonder dat je het doorhebt. Ik denk dat we toch nog even... het gaat vooral om het Centraal Station natuurlijk. Dan vertel ik dat toch nog iets uitgebreider. Het station Eiland was niet alleen maar een obstakel tussen de stad en het ei. Dat blijft het natuurlijk ook. Het is ook een obstakel voor die Noord-Zuidbeweging die straks het stadsnoorden met de binnenstad moet verbinden. De verbindingen in het gebouw die kun je nog enigszins beïnvloeden. Er waren al tunnels. In de toekomst is het iets ingewikkelder. Er zijn 3 tunnels met toegangen, dat zijn die lichtgrijze delen, tot de perrons. En er zijn ook nog 2 tunnels waar je straks geen kaartje moet aanbieden. Poortvrije passages. En zo krijg je eigenlijk een heel systeem van tunnels hier wat achter de nieuwe eihal ontsluit en verder de veerponten natuurlijk. Maar er was ook nog behoefte voor een aanvullende fietsverbinding naar die veerponten. Misschien hebt u hem ook al bezocht. En die was gelukkig precies te plaatsen op de as waar je ook het liefst de fietsen zou willen hebben. Want de fietsen zouden minder passend zijn op het Rokin. En hier kun je toch echt de hele binnenstad mee ontsluiten. Ik had een andere slide verwacht. Dit blijft even een cliffhanger voor zometeen. We lopen straks niet gezamenlijk deze hal in. Dat zou later wel kunnen, want later is de bedoeling, kun je in de hal boven komen vanuit de metro die hier ligt en kun je hier vandaan dan verder naar je trein lopen. Op de achterkant zijn we wel al helemaal klaar. Dit is een van de poortvrije passages. Een nieuwe passage en dan moet ik even een van... Het is de middentunnel. Ja. Heel goed, mijn collega zegt ook ja. En natuurlijk die fietsonderdoorgang die ik net noemde met het kunstwerk van Irma Boom, graficus. Die niet alleen maar een mooi zeestuk tentoonstelt, maar ook de geschiedenis of de maakwijze van tegels vertelt. Hoe, dat ga ik nu niet uitleggen, dat gaat u zeker zelf een keertje zien. Ik ga iets sneller, want ik wil zo meteen ook afronden. We gaan heel kort een kijkje nemen bij de verschillende stations. Misschien zijn er plaatjes tussen die u nog niet kent. Station De Pijp, heel bijzonder, daar moesten we echt iets voor slopen. Dat was verder niet de bedoeling, maar de hoekpanden moesten hier de entrees krijgen omdat het straatprofiel te smal is. Van begin af aan wisten we dat het een heel ingewikkeld station wordt, want de straat is zo smal, dat zei ik eerder, dat ook de tunnelbuizen en de perrons onder elkaar moeten liggen. Dus straks moet je hier heel goed kijken welke roltrap je neemt, anders sta je op het verkeerde perron. Sorry, dat ging ietsje te snel. Hier is ook die hele lange gang die ik eerder noemde met het kunstwerk van Amalia Pica. Die kan ook als onderdoorgang gebruikt worden om droog van de ene van de centuurbaan naar de Albert Cuyp te komen. Maar verder is daar behalve het kunstwerk niks te beleven. Hoewel je heel goed de doorgangen ook naar die winkelpanden had kunnen maken. Dat is misschien iets voor de toekomst. Dat gebeurt maar op 1 plek en dat is bij station Rokin. Waar 2 nieuwe winkelpanden worden aangesloten op de verdeelhal. Ondergronds heb je met heel veel krachten te maken. Je moet dus ervoor zorgen dat de banden blijven staan. Daar ontkom je niet aan en dan kun je deze elementen maar beter mooi afwerken. Dit was een ontwerpschets van ons, ook in de juiste kleuren en ook in de juiste lichteffecten. En we komen redelijk dicht in de buurt, zowel bij de materialen als ook bij de lichteffecten. En wij denken dat het een erg plezierige ruimte wordt om in te vertoeven en te wachten. Vrij laat zijn trouwens deze wanden er nog bijgekomen. De bouwregelgeving is ook aangepast in de 20 jaar dat we gewerkt hebben. En je moet tegenwoordig brand- of rookscheidingen hebben. Dus een rookscheiding. En ook dit was nog inpasbaar in het ontwerp. We hebben heel zuiver glas gebruikt, niet met zo'n groene zweem zoals de meeste ouderwetse of eigentijdse beglazing is, maar echt perfect kristalklaar, helder
glas, zodat alle kleuren die we toepassen en ook alle kunstwerken nog beter tot hun recht kunnen komen. Nou, uiteindelijk doen we het allemaal voor de metro. En dat is natuurlijk een mooi moment als dan eindelijk eens een keertje die metro ook door het station rolt. Hij rijdt al op snelheid. We zijn druk bezig met het testen. En ik zeg we, dat zijn dan natuurlijk in dit geval de technici. Daarom is het ook niet altijd duidelijk of groepen de stations kunnen bekijken. Vandaag lukt dat gelukkig. Die gebouwen hebben wij ook mogen ontwerpen boven de metro-ingangen in de pijp. En eigenlijk hebben we gezegd, oké, we slopen ze en bouwen ze terug. Maar eigenlijk willen we niets verder dan een opening in de stad maken. Dus het gebouw heeft wel dezelfde hoogte. Het piept hier alleen iets uit omdat we het op moesten tillen. Zodat we daar een entreeruimte naar de Noord-Zuidlijn hebben. Alleen dat al wordt een spectaculaire ruimte. En je zult toch echt niet alleen maar een eigentijds vervoersmiddel, maar ook op de verschillende plekken een eigentijdse vormgeving, eigentijdse architectuur tegenkomen. Ja, nou, dank u wel. Is het niet iedereen over eens, hoor. Maar wij zullen het afwachten. Ik denk dat het een mooie eigentijdse toevoeging is. En dat geldt voor veel gebouwen in de stad. Je hoeft natuurlijk niet overal het oude te kopiëren. Het is beter als het afleesbaar is in welke tijd welke gebouwen zijn ontstaan. Maar dat is een persoonlijke mening. U zit te wachten op... Vijf over, zie ik op uw horloge. Ik maak toch even de 10 minuten nog vol. Dan hebben we namelijk tijd om ook even in het noorden van de stad te kijken. Wat nu land is, daarvan was heel veel in het verleden water. Het Oerij, wat trouwens niet eens deze kant opstroomde, maar juist de andere kant opstroomde, richting IJmuiden. En in dat water... is stad gemaakt in het verleden. Er was een groot meer ook, het Buikslotermeer. Wij zijn nu ongeveer hier, dus niet heel ver hier vandaan. En door dat Buikslotermeer ging vroeger een metro, zou je kunnen zeggen. Maar dat klopt niet. Het was een tram richting Enkhuizen. En die heette toevallig de Noord-Zuid-Hollandse Stoomtrammaatschappij, de organisatie. Dus daar zat al iets van Noord-Zuid, zat er al destijds in. Die polder, die is helaas in de jaren 50 helemaal verdwenen. Hier ziet u de oude tramlijn, die loopt op enkele meters soms na, loopt die precies over het tracé wat wij ook voor de Noord-Zuidlijn weer hebben opgepakt, maar dan natuurlijk bovengronds. Dan hebben we het over, ik denk zo'n 100 jaar geleden, tot misschien 50 jaar geleden, want toen werd de hele polder niet aan de bodem gelijk gemaakt in de zin van verwoest, maar werd daar opgespoeld, grond opgespoeld en is natuurlijk een nieuw stukje Amsterdam-Noord ontstaan. U ziet hier een gebouw wat eerder langskwam, want die tram die stopte niet voor het station, maar die stopte bij een veerpont die de mensen naar de voorkant hier van het station bracht. Dus je kwam in Amsterdam-Noord aan met die voorganger van de metro. En dan werd je hier weer afgezet. En daarvoor is dat Noord-Zuid-Hollandse koffiehuis. Hier, en daar kwamen dus de boten, het lijkt een beetje op, maar die gingen dus helemaal zo om naar de andere kant. Dit gebouw is niet origineel, dat stond ooit hier. Het is verplaatst en dat had te maken met de aanleg van die eerdere metro van 40 jaar geleden. Nou, hier komt die, ik denk dat dit hem is trouwens, of is dit de nieuwe Leeuwarden? Nee, dit is de oude tram die hier langs gaat, die verdwenen is. Er wordt nu gebouwd op deze plek, dus misschien vinden we, dat zou ik aardig vinden, misschien vinden we nog een stukje van die oude sporen terug. Maar dan moet je wel 4 meter diep graven, want zo hoog is het opgespoeld en is eigenlijk dat hele stukje cultuurlandschap verdwenen. Opgespoten, dat is het woord. Van het opspuiten merk je iets als je het gras weghaalt. Het is allemaal zand wat is opgespoten. Dit is, we kijken, dit is de kant van Amsterdam Centraal. Hier gaat het naar het noorden. We zitten hier
bij het Noorderpark. En zo heet het station ook. Vroeger heet het naar deze straat Johan van Hasseltweg. En hier hebben we te maken met een situatie die bijna landelijk is. Niet omdat de gebouwen zo laag zijn, maar omdat we eigenlijk in een situatie bouwen waar helemaal de stad de metro niet raakt. En dat was de reden waarom we deze halte, is het eigenlijk meer, is minder een station, maar eigenlijk gewoon een halte, ook een beetje extra cachet hebben willen geven met een gebaar wat er mag zijn, wat aanduidt, hier ben ik, hier kun je naar de metro gaan. En dit is dus een iets groter dak dan per se nodig, zou je kunnen zeggen. Dit dak wordt wel smaller op het moment dat je de controlelijn verlaat. Ik had eerder gezegd met dat plaatje van de gletsjer dat je langzame en snellere stromen hebt. En daar waar je wacht, is het dan eigenlijk zo smal als je het zou verwachten. Namelijk heeft het alleen de breedte van het perron. Dit is nog een ontwerpplaatje, maar inmiddels als de lichttests gedaan worden, dan ziet u dat het ook daadwerkelijk zo wordt. Dit is eigenlijk het nieuwste stukje ontwerp, want dat hebben wij pas een jaar of 6, 7 geleden gemaakt. Dit is tegelijkertijd een balkon, noemen we zoiets. En dat is eigenlijk een van de oudste stukjes Noord-Zuidlijn. Door mijn voorgangers als ontwerpers bedacht. En die hadden natuurlijk niet bedacht dat deze kap er komt. Er was een heel andere kap bedacht, een kleinere. En zo moet je dan wel werken met wat je hebt. En daarom staan die kolommen straks schuin. We moesten op bepaalde plekken aanlanden, maar we wouden ook dit gebaar maken. En dan moet je maar het ene na het andere toevertalen. En daardoor ziet het er een beetje extra speels uit. Dat gaat vanzelf. Dat hoef je als architect hoef je ook niet alles te bedenken. Allerlaatste, station Noord. Het eindstation vlak bij de A10. A10 ligt ook weer in het noorden en hier is dat linksonder. Ook hier hadden we, ja, zou je kunnen zeggen, met een soort weilandsituatie te maken. Het stadsdeelhuis, dat was wel gebouwd, maar verder hadden we te maken eigenlijk met een soort groen landschap. Dat was het opgespoten landschap van de jaren 60. Een aantal gebouwen stonden er natuurlijk al, maar hier konden wij, zou je kunnen zeggen, vrijelijk ontwerpen. Was het niet zo dat hier de metro in de middenligging tussen de rijbanen van de Nieuwe Leeuwardaweg moest komen. Ik zei eerder dat hier de stad straks onder de Noord-Zuidlijn doorgaat. En dat biedt tegelijkertijd ook de kans dat zo'n station een grote betekenis heeft voor de ontwikkeling van dat gebied. Want hier ontstaat het nieuwe centrum Amsterdam-Noord met veel woongebouwen. Er is al een school, dit gebouw is inmiddels gemaakt. Wij zijn zelf bezig hier met een gebouw van gemengde functies, wonen en kantoren en een klein museum wat er nu komt. Dit kan allemaal pas ontstaan omdat hier ook de metro komt natuurlijk. En ook de stad probeert de druk op de verschillende stadsdelen een beetje te verdelen. En dit centrum Amsterdam-Noord is daar een belangrijk onderdeel van. Dat de druk niet alleen maar op de binnenstad berust, maar dat overal verschillende centra komen. Een heel ingewikkeld station van begin af aan. We hadden destijds een ontwerp gemaakt wat te duur was. Dus dat werd weer weggehaald, want het stadsdeel Noord moest dit eigenlijk zelf betalen, want de Noord-Zuidlijn zei, nou ja, eigenlijk heb je niet veel meer nodig dan een abri, en dan was het meer een halte geworden. Maar het stadsdeel Noord, samen met de centrale stad in het projectbureau Noordwaarts verenigd, die zeiden, nee, laten we hier ietsje meer doen. En zo kregen we nog een keertje de kans om hier toch ontwerpend nog een keertje bezig te zijn. En binnen de stedenbouwkundige en technische randvoorwaarden een nieuw ontwerp te maken voor deze kap, die eigenlijk in zijn hoogte al vast lag. Wij hebben met een ander budget, ongeveer 60% van het budget, hebben wij met nieuwe technieken, nieuwe ontwerpmethodes, nieuwe materialen ervoor kunnen zorgen dat hier toch weer een groter gebaar kan komen. En we hebben net gehoord dat de afbouw daadwerkelijk begonnen is nu. En die glazen platen er dan ook daadwerkelijk volgend jaar zijn als de metro's gaan rijden. Het ziet er heel ingewikkeld uit en dat is het ook. Maar het is niet zo ingewikkeld als je denkt, want het oogt eigenlijk als een soort dubbel gekromd iets. Dan denk je, oh, al die paspanelen enzovoort, maar eigenlijk bestaan alle oppervlaktes hier, al die rasters bestaan uit dezelfde maat glas. En de bedoeling was oorspronkelijk dat je
met, ik ga even kijken of ik het juiste plaatje vind. Dit legt het denk ik beter uit. De bedoeling was dat of het nou recht is of sterk gekromd of vlak gekromd, dat het altijd dezelfde maat heeft. Want waarom wouden we dat? Die glazen panelen die komen recht aan, plat aan op de bouwplaats, worden door de bouwvakkers in een soort knijper geplaatst. En die knijpt hem naar de juiste radius. Het is glas wat je kunt buigen. Er zit een bijzondere folie tussen. En zo kun je eigenlijk zonder fouten te maken dat ding helemaal afmonteren. Want je hoeft er niet over na te denken, was het nou een rechte of was het nou een gekromde of een sterk gekromde of een licht gekromde. Alles past overal. Als je toch die ronde vorm wilt maken, dan moet er toch een uitzondering komen. En dat hebben we gevonden op de plek waar die bogen staan. Die lopen iets taps uit elkaar. En daar hebben we dan van gezegd, oké, als het al bijzonder wordt, laten we daar dan wel alle uitzonderingen in opnemen. Dus ook geluidsabsorptie, maar ook geluidsinstallatie. En vooral de verlichting, die komt hierin terug. En zo is straks dit gebouw ook een soort icoon aan het begin, noordelijk begin van de stad. De, al die auto's die rijden hier dan natuurlijk langs. En eigenlijk is dit het eerste gebouw van de stad wat je tegenkomt. En als je dat dan ziet, dan weet je eigenlijk dat je te laat bent. Want achter jou ligt dan de Park and Ride waar je eigenlijk de auto had moeten laten staan om vervolgens met de metro de stad in te gaan. We zijn bijna klaar zoals ik zei en ik ben ook klaar met deze presentatie. Bedankt voor de aandacht. En ja, de opening, daar moeten we nog even op wachten. Zo zag het eruit 40 jaar geleden. We weten niet wie deze keer komt, maar misschien dat deze dame ook weer wil komen en de metro mede wil openen. We gaan zo meteen naar de Noord-Zuidlijn. Nogmaals bedankt voor uw aandacht en het geduld om te wachten 17, 18, 20 jaar op de Noord-Zuidlijn. Volgend jaar zijn we echt zover. Dank u wel.